Ja, goedemorgen mensen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik zit hier met mijn vriend Hisham. Begint die pre-workout al een beetje in te kicken, Hisham. Ja. Hoe oud ben jij? 63. Hoe lang zijn wij al vrienden, Hisham? Oh, al 20 jaar, joh. Ja, en jij zei net tegen mij, Alex, we gaan rustig trainen. Heb jij nog zin om rustig te trainen? Nee. Wat hebben wij net gehad? Pre-workout. Van alles kan kapot. Gaan we alles kapot maken, Hisham? Alles kapot maken. Ja. Alles kan kapot. Alles kan kapot. Godverdomme. Mensen, we hebben er zin in. Hisham is 63. Ik weet niet of je de training gaat overleven. Maar ja, goed. Jawel. Ga je nog redden, Hisham? Jawel, 100%. Ja. Oké dan. En hoe voelt het beneden? Weet ik niet. Ja, je bent ook alweer wild in de broek, of niet? Vanavond. Nou, dan neem je vanavond nog een schepje pre-workout. Ja, voordat je op bed gaat met die mooie vrouw van jou. Ja. En dan wil ik mensen nog één ding zeggen. Mensen, ik wens jullie een fijne zondag. Ja. We gaan even de sportschool afbreken met z'n tweeën. Ik en voormalig hakmes Hisham. Tegenwoordig noemen we hem gewoon Mari. Die tijd is geweest, Hisham. Ja, tijd is geweest, joh. Ja. Ja, toen ik je leerde kennen was ik net zo oud. Was jij net zo oud als ik nu ben? Ja. Nou, en er zit ongeveer... Ik heb 12 auto's van je kapot gereden. En je hebt alle problemen van mij altijd netjes opgelost. Politie ook. Politie. Ja. Hisham, maar daar hou ik toch veel van jou. Ja, ik ook. Nee, je bent echt een goede vriend van mij. En dat is mooi. Ja, broers. Broers. En dat is onbetaalbaar, mensen. Ja. Hisham is nu 63. Ik heb respect voor mijn ouderen. Maar ik zie Hisham niet als oudere, ik zie hem als gelijke. En we gaan weer een mooi dagje van maken, hè? Ja, zeker. Straks even lekker eten samen. Ja. Even de zaken des levens over tafel gooien. En dan kopje thee. En dan gaan we weer naar de vrouw. Ja. Mensen, ik wens jullie ook een heerlijke zondag. Maak er wat moois van. Hisham, wil je nog wat zeggen? Oes. Oes. Oké, mensen, later. Oes.